Dus ik heb een nieuwe laptop. Kijk, dit is de nieuwe laptop. Kijk, hij is plat. Dus leuk. Extra. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag donderdag. Ik ben weer even weer terug. Ik ben een tijdje terug te zijn geweest, omdat mijn laptop het begeven heeft. Dus ik heb nu een nieuwe laptop. En, ja, alleen in een nieuwe laptop zit geen SD-kaart voor de reader. Dus ik moet even een USB-stickje voor hebben. Voor mijn dronebeeld. Ik weet niet of ik vandaag met de drone nog ga vliegen. Ik denk het haast niet. Want mijn vriend ja, die heeft nu wel vakantie. Dus ja, ze hadden geen werk meer. Maar ja, ja ze kennen niet altijd mensen ja, voor niks dat in huis te sturen. Dus, maar ik denk dat ik volgende week even, ja, van weekend wordt het meer weer geloof ik. Dus ik probeer in ieder geval in de kerstvakantie nog even met de drone te vliegen. Dus of ik ga straks nog even vliegen. Ik moet even bekijken. Dus ja, het is weer leuk. Dus ik ben hier weer terug met een nieuwe vlog. Ik denk niet dat het bij mij lukt om nog lekker even de case van deze week nog te maken. Dan maak ik het voor volgende week even. Dus ik ga de draad weer even. Dus ik heb een nieuwe laptop. Kijk, dit is de nieuwe laptop. Kijk, hij is plat. Dus leuk, Acer. Dus ik. Ik heb een nieuwe laptop, dus ik kan hem al even aanstarten. Aanstarten, wat is dat nog meer? Kijk, kijk, dit is even. Kijk. Kijk, wat zit er allemaal op? Helaas geen SD-kaart reader en ook geen DVD-ROM. Dat is momenteel, daar zit er nu niet meer in. Lekker licht, lekker plat. Dus ja, ik heb ook een andere videobewerkingssoftware erop. Dus helaas kan ik die jou niet meer vinden. Movavi Video Editor 15. Wel 15B, maar dat is hem niet, daar heb ik geen codes voor, dus ik dacht, kijk, mooi hè, het is Windows 11, dus moest wel even wennen, dus kijk, leuk allemaal hè, dus fase viewers, daar ben ik altijd gek van, dus ik probeer even met de drone te vliegen, als het mij lukt, mijn vriendin komt geloof ik om 3 uur even een bak koffie drinken hier. Dus ja, alleen ik moet een USB SD-kaartreader zit er niet in standaard meer, denk ik. Ja, sommige laptops ook wel, maar ja, daar allemaal op te gaan letten natuurlijk. Maar. Dus kijk, dit is. ...8 GB RAM zit erin. Dus niet 3 processors. Kijk, dit is wat anders dan ik had. Ja, ik kan helaas niet de juiste meer vinden. Dus ik dacht, het is ook een gratis programma trouwens. Dus dit gaat me ook wel lukken. Dus dan gaat het weer, vloggen natuurlijk. Laat mijn neus, ik hoop niet te verkouden worden. Kijk, een nieuwe horloge kreeg van mijn vriendin. Dus dan moet ja, wat tiritantjes in een kerstmarkt geweest. Heb ik ook even wat dingen gehaald. Ja, en ik probeer weer vloggen, bij buitenvloggers te maken. Dat gaat allemaal weer komen. Kijk, allemaal gehaald. Dus dat is weer leuk. Dus ik kan zo bij mijn drontje proberen te vliegen. Maar ik kan SD-kaart reader zit er niet in. Waarschijnlijk zit er niet meer overstandig in. Dus straks even lekker even naar buiten. Ja, er komen allemaal camera's hier. Ja, ik laat jullie dat wel eens even een keer in de vlog zien. Ik weet niet of dat morgen lukt. Morgen is, ja, ik moet morgen helaas weer werken. Ik heb er niet zoveel nog in eigenlijk. Dus de laatste dag. Dan heb ik eerst een week vrij. Ja, er komen camera's. Hiervoor hangt de camera. En hier bij die klapdeur. Ja, die brandtrap. Ik weet niet wat het allemaal inhoudt. Ik heb geen brief. Ja, ik heb geen brief gehad. Eigenlijk dus. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar dat allemaal voor is. Waarschijnlijk ja, ik weet het niet. Maar ja, misschien een intercom krijgen of zo. Kijk, heb ik ook van mijn vriendin gekregen. Van mijn schoonvader wat badschuim en zo. Dus, ja, het is nog steeds, het is nog steeds mooi weer buiten. Ik kan wel even proberen te vliegen. Alleen ik moet wel even voor zaterdag even
USB-stickje heb waar ik een micro SD-kaart in kan zetten. En die kan ik hier niet inzetten. Dat is plat, jongens. Allemaal super plat, jongens. Super plat is dat ding. Er zit geen DVD-ROM meer in, dus ik ga geen DVD's kijken. Ja, misschien extern, maar ik ga niet allemaal externe dingen allemaal aanschaffen. Ja, dus als er geen werk bij MTK is, ja, voor een keer kan je ze wel eens huis sturen, maar niet voor een paar dagen. Dat kost je snipperdagen, dus. Maar vriendin heeft genoeg snipperkaarten, dus. Dus. Ja, leuk. Leuke verjaardag gehad. Dus. Ben je weer terug? Jullie zullen denken, Kees, waar ben je gebleven? Ja, ik had toch al views op... Online gepost, heb ik ook weer afgehaald trouwens. Ja, de laptop deed niet meer. Ja, misschien iets met de oplader, ik weet niet. Maar heb ik al zoveel opladers voor gekocht. Gaat allemaal veel geld kosten. Dus heb ik deze jongen even gekocht. Dus, zit een lichtsensor in. Kijk, nu wordt het wat donkerder. Ik ben blij met die laptop. Eigenlijk, ik ben blij jongens. Ik ben blij. Ander videobewerkingsprogramma heb ik wel eens een keer onder de vingers gehad. Ja, hoe noemen ze dat? Heb ik wel eens mee gewerkt. Maar nu kan je ook teksten mee in doen, dat is altijd leuk, dus. Dit gaat dan wel lukken, denk ik, dus. Lichtje. Wie heeft nou weer kanker? Ik heb ook een huis, ik weet er niet allemaal bij. Dubbel feest, toch? Dubbel feest in de tent. Dus dan ga ik zo weer naar buiten. Probeer even op hoogte te vliegen. Als niet weer meeuwen bij mij in de buurt hier rond zwerven. Dus gaan we even in slaap staan doen. Ja, dan wil niet meer. Dan wil, ja. Ik weet niet wat het is, maar. In slaap staan doen. Als ik dat weer aandoen, dan moet ik pek houden. Maar dat wil dan niet. Dus ja, we moeten even kijken hoe dat. Dus Nicky hier weer, hè. Dus ze lag van de week op schoot en toen ging er vuurwerk aan. Ja, dat was niet zo leuk. Dus, ja. Dus nou vrij, ik had morgen ook wel vrij gewillen. Ja, dan moet ik muziek melden, want dat is ook niet echt handig met de feestdagen. Ja, zeg dat ik verslaap heb, ja. Dus ik ga morgen werken. We zijn morgen waarschijnlijk niet iets vroeger thuis, dus. Dan wordt weer een latere vlog, denk ik. Want we moeten mensen, er is een... Een chauffeur van Hallingen heeft van Vaneker van medische voer. Hebben ze bij Empatec en die heeft corona. Dus de chauffeur moeten we eerst andere mensen terugbrengen. Moet één naar Winsum brengen en één naar Hallingen station. Dus zijn we later thuis. Dus volgende week lekker in vrij, een weekje vrij. Dus lekker even. Eerste kerstdag zijn we gewoon hier thuis. En twee kerstdag zijn we met mijn schoonzus. De zus van mijn vriendin. Dus dat is ook heel leuk. Gaan we even kijken wat ik. Ja. Dus het gaat zeker goed komen, dus. Maar fijn. Ik ga deze vlog weer sluiten. Dit was even een kort vlogje om even weer in te komen, allemaal. Dus morgen kom ik weer in met een vlogje. Binnenvlog, helaas weer. Maar fijn. En volgende keer probeer ik ook even te vloggen en zo. Dus het gaat zeker goed komen. Ik zeg en ik zie jullie morgen weer. Ik hoop dat de bewerking wat vlot gaat verlopen. Dus. En voor de rest, zeg doe een blauwdruk omhoog. Abonneer mijn kanaal voor leuke video's, volg me op Insta en Facebook. Ik hoop dat ik even een vlogje kan maken. Ik hoop dat ik voor zaterdag ook even een stickje heb waar ik een SD-kaart in kan doen. Want hier zit geen SD-kaart reden meer in. Wel jammer trouwens. Maar wordt ook niet veel gebruikt denk ik. Daarom hebben ze de... Ja, hier zit ook een ingebouwde accu in. Dus ik kan zelf ook geen nieuwe accu in zetten. Hier. Maar hier gooi geen DVD-speler in. Omdat mensen dat niet veel meer gebruiken. Want anders kon ze hem niet zo plat maken, waarschijnlijk. Dus, even wel, ik heb een mooie laptop. Kijk, ik ben er blij mee. Ik ben ook zuinig op. Dus ik zie jullie morgen weer. Doe een blauwe duim omhoog. Abonneer mijn kanaal voor leuke video's. Volg me op Insta en Facebook. En zie jullie morgen weer.